Zo, we zitten alweer op dag 19 van het nieuwe jaar. En gisteren hadden we natuurlijk Winnie de Poe-dag. Dag ervoor Blue Monday, smurven. Vandaag is het woensdag en vandaag is het popcorndag. Nou, als je kinderen hebt, die zijn vanmiddag vrij. Dus zet ze dan voor de tv, voor een leuke film, met een bak popcorn. Want het is vandaag popcorndag. Nou, misschien heb je zelf ook wel trek. En je kan het zelf maken of... kant-en-klaar kopen natuurlijk. Maar hoe ziet popcorn er nou uit? Hoe teken je dat? Laten we dat eens even gaan tekenen. Doe je mee? Ja, we hadden het van de week met de sneeuw al over. Zondag. Vandaag is het popcorndag. Dus ja, gaan we maar eens popcorn tekenen. Laten we beginnen met een paar popcornetjes zo bij elkaar. En dan nou hier zo'n emmer tekenen. Zo. Het is wel leuk om dan zo'n emmer ook een beetje zo'n streep te geven. Een beetje feestelijk te maken. Dan hebben we hier sowieso wat schaduw. Dus we gaan hier eerst eens even een donkere streep zetten zo. Van schaduw en dan gaan we deze een beetje arceren zo. Het idee krijgen van donkere strepen en lichte strepen. Als je dit te lastig vindt, kan je ze natuurlijk ook gewoon inkleuren. Gewoon met rood. We doen hier alles met zwart-wit. Inkleuren, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, en dan maken we hier zo'n... Het is anders dan het schuim van het bad. En hier maken we zo... suggestie van popcorn. En popcorn die er uitvliegt zo. Dat is ook altijd leuk, hè? Zo. Zie je, die is net komen vallen. Voilà, een emmer met popcorn. Ik zie jullie morgen in de volgende video.